Welkom bij deze korte presentatie over de opleiding Praktijkondersteunen Huisarts. Ik ben Gerda Woeltje, coördinator van de opleiding en dat doe ik samen met Rudy van der Kolk. In deze presentatie vertel ik je iets meer over de functie POH en wat die precies inhoudt. De opleiding, hoe die eruit ziet en een aantal praktische zaken die je nodig hebt om je op te geven voor de opleiding. Waarom eigenlijk een POH in de huisartsenpraktijk? Nou, in heel wat jaren neemt het aantal chronisch zieken toe. En daarnaast komt er steeds meer zorg van de eerste lijn weer terug naar de huisartsenpraktijk. Dit betekent een grote toename van patiënten, die door de huisarts alleen niet meer behandeld en begeleid kunnen worden. De POH wordt daarom met name ingezet in de begeleiding van mensen met een chronische aandoening en ouderenzorg. Hoe ziet de functie als POH nu eigenlijk uit? Je bent onderdeel van een team op de huisartsenpraktijk en je richt je vooral op mensen met een diabetes, COPD of hart- en vaatziekten. Daarnaast richt je je op het voorkomen van hart- en vaatziekten. Je bent met mensen in gesprek om te kijken hoe zij hun chronische aandoening het beste kunnen inpassen in het dagelijks leven. Een andere belangrijke tak van het werk van een POH is de ouderenzorg. Een huisartsenpraktijk zonder praktijkondersteuner is eigenlijk bijna niet meer voor te stellen. Een ander punt wat wel lastig is op dit moment in praktijken is dat er weinig praktijkondersteuners te vinden zijn in deze regio. Dus je zult merken als je klaar bent met de opleiding dat je warm welkom geheten wordt in verschillende praktijken. Hoe ziet de opleiding er nu precies uit? Nou, natuurlijk besteden we aandacht aan de ziektebeelden zoals hart- en vaatziekten, diabetes en COPD. Daarnaast kijken we ook naar hoe je kunt samenwerken en netwerkzorg verlenen in de praktijk. Een andere belangrijke pijler in de opleiding is de gespreksvoering. We besteden hierbij aandacht aan motiverende gespreksvoering en health counseling. Daarnaast krijgt de leefstijlinterventies zoals stoppen met roken veel aandacht. Het afgelopen jaar is voor het onderwijs echt een digitale stroomversnelling geweest. Dit merken we ook in de opleiding POH. We bieden steeds meer blended aan en dat betekent dat we een combinatie maken van digitaal en fysiek onderwijs. En dit houdt in dat we je soms kennisclips laten zien of andere digitale media ter voorbereiding op een les. Wanneer kun je deelnemen? Je hebt nodig een verpleegkundige opleiding HBOV of MBO 4, een BIG-registratie, minimaal 1 jaar werkervaring als verpleegkundige en een werk- of stageplek van 8 uur in de week. Ben je enthousiast geworden over de opleiding en denk je, nou daar wil ik wel mee starten? Op 18 mei 2021 start de nieuwe opleiding. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website www.ham.nl. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat je nog vragen hebt over de opleiding of over het vinden van een stage. Neem dan vooral ook contact op met Rudy van der Kolk of mijzelf en wij beantwoorden al je vragen. Eventueel plannen we een telefonische afspraak.